Ja, we zijn gewoon weer terug van weg geweest. Ik ben Axel, welkom bij jouw dagelijkse blogs update. Allereerst wil ik heel graag even kwijt. Iedereen nog super bedankt voor de felicitaties de afgelopen dagen. Want ja, gisteren was ik er zelf even niet bij, namelijk druk met mijn verjaardag vieren. Maar natuurlijk, als je jarig bent, kom je niet met lege handen. Daarom heb ik ook wat leuks voor jullie. Een bitcoinkoers van 30.000 dollar die we weer eventjes hebben weten te overstijgen. Dus graag gedaan, mijn kleine verjaardagscadeautje aan jullie allemaal. Alle gekkigheid terzijde, we gaan vanaf nu natuurlijk gewoon weer door naar het laatste nieuws, de meest recente en belangrijke ontwikkelingen uit de crypto en de economie. Wat heeft daar nou bijvoorbeeld aan bijgedragen? Vandaag kijken we naar de volgende berichten. De aandelenmarkten, JP Morgan, update rondom Ether en verschillende berichten rondom onder andere een aanstaande presidentskandidaat vanuit de VS die een grote positieve impact op crypto kunnen gaan hebben. Vanzelfsprekend heeft Bitcoin de afgelopen dagen de hoofdrol weggenomen met nieuwe hoogtepunten, namelijk de 30.000 dollar die voor het eerst sinds een lange tijd, sinds juni vorig jaar, weer werd bereikt. Maar daarnaast is er nog meer dan genoeg gebeurd in de crypto sector, zoals natuurlijk de grote update voor Ethereum die ook voor gisteren gepland stond. Is nu allemaal goed en wel achter de rug? Wat deed de koers nadat de hele update succesvol is gebleken? Dat is natuurlijk ook belangrijk om even te vermelden. Gebeurde allemaal vannacht. Rond 3:30 in de nacht werd alles in gang gezet. Met alles gestart en de motoren aangezwengeld voor deze upgrade. En uiteindelijk werd hij om 00:42 daadwerkelijk afgerond. En dat betekent dus dat je nu, als je eerder ieder gesteekt had staan in het Ethereum 2.0 staking contract, je dat weer kunt gaan opnemen. Dat is een van de grotere updates of een van de grotere onderdelen van deze update die hiermee nu daadwerkelijk zijn uitgerold. Nou, daarmee zijn er natuurlijk allerlei scenario's gepaard gegaan waar dat de afgelopen maanden druk over is gespeculeerd. Dat mogen we daar nu mee gaan verwachten. En eigenlijk is de uitkomst heel erg saai. De koers heeft bijna niks van zich laten zien voor Ether. Er is eigenlijk niks heel erg geks gebeurd. Aardig blijven hangen, zo richting die 2000 dollar, net iets daaronder. Geen grote pieken of extreme bewegingen gezien rondom het uitvoeren en daadwerkelijk uitrollen van deze upgrade. Nou, daarmee had misschien Glassnode nog wel het meest gelijk. Want die kwamen eerder al met een rapport naar buiten waarin ze al schreven over die aanstaande verkoopdruk, of mogelijk het gebrek aan die aanstaande verkoopdruk. Zij zeiden daarin al, nou, dat gaat waarschijnlijk aardig meevallen, want volgens hun eigen begrotingen zouden er in totaal zo'n 170.000 Ether opgenomen gaan worden uit die stakingcontracten. Nou, dat lijkt dan veel, maar daar staan vele miljoenen Ether in, zo'n 18,1 miljoen. Dus ja, dan is 170.000 natuurlijk niet zoveel. Daarvan zat ook nog een gedeelte dat uiteindelijk ook echt verkocht zou gaan worden in de markt. Dat zou zo'n 100.000 Ether bedragen. Dus dan hebben we het eigenlijk over echt relatief kleine hoeveelheden. En dan blijkt dat ze daar dichtbij in de buurt hebben gezeten. Als we bij een andere dataverstrekker gaan kijken, namelijk bij Nansen, dan gaan we zien dat de daadwerkelijke opnames van Ethers er zo uit hebben gezien. Dat lijkt hierin heel erg extreem, omdat het natuurlijk van een nulpunt afkomt. Maar uiteindelijk valt dat heel erg mee. We zien hierin dat er van die totale hoeveelheid gesteekte Ether, 18,16 miljoen om precies te zijn, dat is gedaald naar iets meer dan 18,1 miljoen. In totaal zo'n 55.000 Ether die er echt concreet zijn opgenomen. Daarmee valt het inderdaad allemaal erg mee en past het ook binnen de begrotingen van Glassnode. Grootste gedeelte van die opnames die dan daadwerkelijk werden uitgevoerd, dat is ook niet terug te vinden bij particuliere of kleine partijen. Nee, het zijn grotere exchanges geweest die verzoeken hebben ingediend. Zoals bijvoorbeeld Kraken en Huobi. Dat zijn twee van de grotere spelers daarin. Huobi heeft daarbij ook al laten weten dat ze niet van plan zijn die Ethers te gaan verkopen op de markt, om die te gaan dumpen of wat dan ook, maar dat die elders weer opnieuw vastgezet en dus weer gesteekt gaan worden. Dus daarin verandert er onderaan de streep op de balans ook helemaal niets. Die opnames, hoe ziet dat er precies uit? Want daarin zijn ook nog twee smaken. Je kunt, als jij wilt gaan steken in het Ethereum-netwerk, moet je tenminste 32 Ether gaan steken. Nou, daarvan kun je dat, als je bijvoorbeeld in een poolvorm doet, een klein gedeelte gaan opnemen. Maar je kunt ook zeggen, wij stoppen met onze hele validator en we halen al die gestekte Ether, tenminste 32, dus uit het hele protocol en uit het gestekte gedeelte. En in dat stukje, echt het totaal platgooien van je validator en alles eruit trekken, zit een limiet van 1800 validators per dag. Dat betekent zo'n 57.500 Ether per dag. Dat is dus net ietsje meer dan die totale hoeveelheid Ether die in de eerste dag überhaupt is opgenomen. Dus daarmee blijft het zelfs nog onder die limiet voor de validators in ieder geval aan wat zij kunnen gaan opnemen.
toch een bedrag van huidige koers van $109 miljoen, waar dat we het dan over hebben. Maar daarmee past alles dus nog binnen het plaatje, blijft alles binnen de perken. Sterker nog, Glassnode laat weten dat de hoeveelheden opnames en met name de transactiebedragen gewoon nog binnen de reguliere stroom op het Ethereum-netwerk vallen en er dus geen extreme pieken zichtbaar zijn. Maar we wel wat grotere bewegingen hebben gezien bij de Bitcoin-koers de afgelopen dagen. Met als hoogtepunt, ik benoemde het net al kort, het wederom overstijgen van de $30.000. En daarin speelt onder andere informatie of data uit de VS een grote rol. Namelijk de inflatie die uiteindelijk ook echt blijkt mee te vallen. Daar werd al op geanticipeerd. Vandaar ook de knal omhoog die we niet alleen in de crypto, maar ook bijvoorbeeld in de goudsector hebben gezien. Nu is dus ook echt die data naar buiten gebracht vanuit het Bureau of Labor Statistics in de VS. En hoe ziet dat er dan uit? Nou, aanzienlijk beter dan de top die we juli vorig jaar zagen. Die lag namelijk op 9,1%. Inflatiecijfer van maart, op jaarlijks niveau bekeken, komt nu uit op 5%. En valt daarmee positief uit. Beter dan de verwachtingen in de markt. En daarmee lijken ze dus een heel eind op de goede weg voor het omlaag brengen van die inflatie die richting die 10% ging. Nou, daarvan zitten we nu dus op de helft. En ook ten opzichte van de vorige maand is het hierin, in die CPI, dus een positieve ontwikkeling. Toen stond die inflatie nog op 6% en nu op 5%. De verwachting lag op 5,2%, dus dat valt mee. De kerninflatie, die valt wel een heel klein beetje tegen. En de informatie die daarvan uitgaat, lijkt nu ook iets meer de overhand te krijgen in de markt. Daardoor dat we even over de top heen zijn en een klein beetje aan het terugzakken zijn. Kerninflatie die stond namelijk op 5,6%. Dat is 0,1% hoger dan die maand ervoor. En daarin is dus een kleine verslechtering zichtbaar. Hoe komt dat nu? Nou, heel veel zaken zijn dus wel goedkoper geworden. Of in ieder geval relatief goedkoper geworden. Waar dat zeker niet voor geldt is voor huisvesting. En dat lijkt hier dan de grote aanjager in te zijn in die kleine toename in die kerninflatie. Vandaar dus die 5,6% wat dat op uit zijn gekomen. Maar die CPI van 5%, ja, dat blijft natuurlijk toch wel het positieve nieuws. Moet wel meteen de kanttekening bij worden gemaakt. Ja, het is een grote verbetering ten opzichte van de dieptepunten eigenlijk, maar nog steeds ver verwijderd van de 2% waar dat naar wordt gestreefd. Ook natuurlijk door de centrale banken. En dat geeft dus ook weer aan dat ze er zeer zeker nog niet zijn. En dat aan het hele beleid om die inflatie te drukken en mogelijk die rentes dus te laten stijgen ook nog zeer zeker geen einde komt. En dat is ook een beetje het knelpunt waar dat de markt nu mee lijkt te worstelen. Want welke kant gaan we nu echt op? Ja, de markt zagen we ook eerst heel hard omhoog knallen. Nogmaals, ook voor goud gold, dat zien we ook snel weer wat terugzakken. Ja, in eerste instantie was er natuurlijk wat optimisme rondom dat relatief lage inflatiecijfer. Nou, nu dringt misschien de realiteit weer wat meer door. De kerninflatie is wat hoger. En vooral, we zijn er nog niet. Het moet nog steeds worden opgelost. Verdere renteverhogingen kunnen een verder drukkend effect gaan hebben voor verschillende hoge risicomarkten, zoals bijvoorbeeld crypto en overige aandelen. Dus dat is iets waar nog steeds stevig rekening mee moet worden gehouden. En dat lijkt de markt nu dus ook weer een klein beetje in te gaan prijzen. De ontwikkelingen van crypto, die hier dus veel mee te maken hebben met die cijfers die we net hebben besproken, die sijpelen tegenwoordig dus ook door in de reguliere aandelensector in plaats van andersom. Dat zien we bijvoorbeeld heel erg goed als we even gaan kijken naar de waarde dus voor een aandeel als MicroStrategy en een aandeel als Coinbase. Voor beide zien we dat die nu met name gestuwd worden juist door de ontwikkelingen in de crypto sector. Nou, nadat we dus voor het eerst weer boven die $30.000 zijn uitgekomen, zien we dat ook MicroStrategy, om daar even mee te beginnen, daar heel goed bij heeft gedaan. Een goede prijsontwikkeling mee heeft gezien. Je ziet hier de ontwikkeling op dagniveau. Nou, daarin zie je dus ook weer een kleine afname. Maar als we hier bijvoorbeeld naar de afgelopen 5 dagen gaan kijken, zie je dat daar toch een flinke groeispurt in zichtbaar is geweest. Niet gek, het bedrijf heeft vandaag de dag 140.000 bitcoin op de balans staan. Onvervalste bitcoin, gewoon echt in bitcoin, niet in dollars. Van afgeleide waarde of wat dan ook. Nee, gewoon 140.000 bitcoins. Moeilijk te bevatten, het is tot echt zo. Nou, dat heeft dus sowieso grote impact op de beurswaarde van het bedrijf. Maar er was nog iets extra bijzonders aan de hand met het overstijgen van die $30.000. Want daarmee staan zij in totaal weer op winst. Ze hebben die 140.000 bitcoin gemiddeld per stuk ingekocht voor $29.800. Alles daarboven zorgt dus voor een positief cijfer, ook op die balans. Dat werd weer behaald en daarmee was ook de totaalwaarde van een ruime $4,2 miljard aan bitcoin weer aangetikt.
zorgt er natuurlijk voor extra optimisme in het geval van dit aandeel. Plus ook direct bij de toename van Bitcoin in 3,27%. En dat is natuurlijk op de reguliere aandelenmarkt een stevig percentage. Kwam daarmee ook weer lekker hoog uit. Heeft het daarmee sinds begin dit jaar ook nog een stuk beter gedaan zelfs dan Bitcoin. 115 en een beetje procent in de plus sinds 1 januari. Maar Bitcoin dat met een goede 77,5% doet, gaat MicroStrategy daar dus nog ruim aan voorbij. Doet het dus dankzij die hele ontwikkeling in de crypto zeer goed. Nou, zo'nzelfde soort ontwikkeling zien we, zal ook geen verrassing zijn, bij Coinbase. Want daar gaan we ook weer zien dat er wat meer positiviteit te melden is. Zeker ten opzichte van bijvoorbeeld de dieptepunten die we hier hebben aangetikt rondom de $35. Zien we dat we daar vandaag de dag richting de $70 weer zijn gestegen. Nou, nu neemt het dus weer een klein beetje af. Flinke verbetering, plus van bijna 100% voor Coinbase daarmee. Meer goed nieuws uit Amerika, want namelijk een aanstaand presidentskandidaat die zich daar uiterst lovend over Bitcoin heeft uitgelaten. Ja, dat zijn natuurlijk altijd betere berichten. Zeker met in het achterhoofd dat voor 5 november 2024, dus zo gek lang duurt dat niet meer, de volgende presidentsverkiezingen in het land gepland staan. Maar even terug naar het hier en nu. Het gaat om de kandidaat Robert F. Kennedy Jr. En die heeft zich dus positief uitgelaten over Bitcoin. Hij zegt namelijk heel kort gezegd dat Bitcoin een van de weinige mogelijkheden is voor het reguliere volk om te ontsnappen aan het traditionele financiële systeem, zoals hij het zelf noemt. En dat traditionele financiële systeem vindt hij dan ook nog eens een bubbel. Dus ja, dit zijn behoorlijke positieve woorden. Hij deelt dit onder andere hier via zijn Twitter, waarin hij een klein betoog schrijft over hoe dat hij in de hele situatie staat. Daarmee begint hij al met wat kritiek op FedNow. En dan denk je, hoezo zou je daar kritiek op hebben? Want dat is misschien wel een positieve ontwikkeling. Betaalsysteem van de Fed zelf, waarmee je heel gemakkelijk, heel snel en heel goedkoop van banken en dergelijke partijen onderling betalingen kunnen gaan uitvoeren en waarde kunnen gaan versturen. Dat is redelijk nieuw, want dat was hiervoor allemaal niet zo gemakkelijk, goedkoop en snel. Nou, wordt het hiermee wel? Dat is positief. Maar, schrijft Kennedy, dit is dan mogelijk weer een opmaat naar het uitgeven van de CBDC. En daar is hij weer niet zo van gecharmeerd. Want dat vindt hij een van de grootste bedreigingen voor de privacy van de gemiddelde mens. Dus daar ziet hij ook op de lange termijn natuurlijk dat dat ontwikkelingen zijn, maar weinig hel in. Dat ziet hij liever niet gebeuren. En ook daarin blijkt crypto dus een mooie uitweg te zijn voor de meeste mensen. En verder valt hij het ook nog zo samen. Tussen 2008 en 2022 heeft de Fed samen met een handjevol grote banken $10 biljoen bijgeprint. Zoals het zelf zegt, een kleine 1000 jaren rijkdom die dat zou moeten kunnen opleveren, wat er zomaar even bijgecreëerd wordt. Nou, slechts 15 jaar tijd dus. De ideale situatie voor de bankier. Maar ja, voor het volk misschien wel minder ideaal. Daar gaan we nu dus ook de gevolgen van zien. Daarom ziet hij Bitcoin als een ontsnappingsroute voor die gevarenzone. Voor de bubbel die onvermijdelijk zal barsten. En daarmee bedoelt hij dus het reguliere financiële systeem. En hij verwijst ook nog heel actief naar Nick Carter, die afgelopen 8 februari nog schreef dat de aanval op crypto toch overduidelijk wel geopend was vanuit de overheid in de VS. Nou, dat onderschrijft hij ook, is hij het inderdaad mee eens. Daarmee bedoelen zij beide eigenlijk de steeds moeilijk wordende omstandigheden om bijvoorbeeld als een cryptopartij bij een reguliere bankenrekening te openen. Daar zijn steeds minder mogelijkheden voor. We hebben natuurlijk recent nog gezien bij het omvallen van verschillende cryptogezinde banken dat die beperkte hoeveelheid mogelijkheden nog beperkter zijn geworden. Nou, dat vindt hij dus ook een grote bedreiging. Hij ziet die beweging ook, die erkent hij dus ook. En dat vindt hij ook geen beste ontwikkeling. Dus hele lovende woorden, mooie vooruitzichten misschien wel voor die 5 november 2024. En ik heb er nog zo eentje voor je. Zo'n onverwachte hoek waar positieve geluiden rondom crypto vandaan komen. Ditmaal JP Morgan, die opnieuw schrijft over de huidige markt en daarin de vernieuwde mogelijkheden voor crypto. Want waar de traditionele bankensector het natuurlijk niet al te best deed, waar het eigenlijk aardig misging, voor een aantal partijen het zelfs de kop heeft gekost, heeft met name Bitcoin en ook reguliere overige crypto's daar best wel bij gevallen. Niet alleen dat, ook goud. En het wordt dus ook samen genoemd. Bitcoin en goud, een beetje de mogelijkheden om uit die bankaire problemen te komen.
Dit schrijft JP Morgan in hun meest recente onderzoek dat ze naar buiten hebben gebracht. En daarin wordt dus Bitcoin op dit moment ook echt geclassificeerd als een beschermingsmiddel tegen dergelijke financiële bewegingen. En al die stress die we in die hele bankensector hebben gezien, is volgens dit onderzoek ook met name te wijten aan het risicomanagement bij die banken. Ook weer een heel facet, een heel stuk. Dat we bij crypto natuurlijk niet te maken mee zouden moeten hebben als het allemaal op de juiste manier wordt gehanteerd. Wat waren die problemen dan in het risicomanagement bij die banken? Nou, met name het grootschalig investeren in Amerikaanse staatsobligaties. Nou, lang een goed idee, ging lang goed. Tot het niet meer goed ging, namelijk de renteverhogingen bij de Fed. Die zorgden ervoor dat die oudere obligaties, waarop dus een lagere rente van toepassing is, ja, niemand wil ze meer hebben. Die dalen dus flink in waarde. Dat zorgt dan voor een steeds groter gat op de balans. Hoeft geen probleem te zijn. Maar als mensen vervolgens ook echt hun geld komen ophalen bij de bank, dan moet dat met verlies worden verkocht tegen de huidige geldende markttarieven. En dan komt er ook echt daadwerkelijk een gat op die balans. Nou, dat heeft dus in een aantal gevallen bij een aantal banken ervoor gezorgd dat ze de deuren hebben moeten sluiten, dat het niet langer rond te breien was. Dat zorgde dus voor een panieksituatie. En dat heeft uiteindelijk, nou ja, tot nu toe nog niet voor een heel gigantisch ripple effect geleid. Maar de eerste tekenen daarvan die waren er zeer zeker wel. En de gevaren zijn ook zeer zeker nog niet geweken. Dus iets om nog steeds heel erg scherp op te blijven. Maar daarin kan Bitcoin dus volgens dit rapport een mooie uitweg zijn. Ze schrijven zelfs, ze hebben zich er dus echt in verdiept, ook nog over de mogelijkheden van de Bitcoin Ordinals. Laat ik zeggen de Bitcoin NFT's. Natuurlijk niet iedereen even groot fan van. Maar zij zeggen, daar zitten wel gouden randjes aan. Namelijk de verhoogde transactiekosten die de incentive voor miners weer verhoogt. Daardoor wordt het voor miners dus interessanter en lucratiever om te gaan minen op het Bitcoin-netwerk, dat het netwerk uiteindelijk weer veilig houdt, dus ook steeds veiliger maakt. Dus zij zien dat ook als een positieve ontwikkeling, te toenemen eventueel van die transactiekosten op het Bitcoin-netwerk, dat zij hier dus extra op dit moment als een pro in beschrijven. Voor de rest, nog het laatste dingetje dat ze hier even subtiel in aanhalen, is de aanstaande Bitcoin-halving, die de gehele balans in de Bitcoin-markt ook weer moet gaan verstevigen en verbeteren. En daarmee gaat eigenlijk de inflatie op Bitcoin doormidden. Iets wat op dit moment natuurlijk actueler is dan ooit. Tijd voor het laatste onderdeel, namelijk de koersen op tradingview.com. Maar dat we gaan kijken naar de waarde van Bitcoin in de Amerikaanse dollar. En dat doen we aan de hand van de gegevens bij Bitstamp. En dan zien we daar op deze grafiek dit toch wel prachtige beeld. Natuurlijk, nadat we een lange tijd hier tegen deze zone aangeschuurd hebben, die begint ongeveer bij de $28.500. Het is de hele gebied rondom die $30.000. Lukte het hier afgelopen maandag 10 april voor het eerst om daar doorheen te breken, om binnen te komen in dit gebied. Die dag lukte het nog net niet om de echte $30.000 aan te tikken, want we stokten daar namelijk op een hoogtepunt van $29.789. Dag erop, 11 april, toen lukte dat wel. Toen wisten we een hoogtepunt van $30.575 te bereiken. Gisteren, nou, zakten we even terug, gingen we dat opnieuw testen. Want van dat hoogtepunt van die ruime $30.500 zakten wij net onder de 30 op $29.689. Maar vandaag wordt dat nu uiteindelijk in de loop van de dag dus toch weer goed gemaakt. Bitcoin kost nu $30.245. En daarmee zijn we dus ruim over de 30k heen. Zitten we weer in het middengebied van deze hele zone, die hier dus tot een goede $32.000 aan het rijken is. Maar daarmee komt er dus voor nu even een einde aan deze periode, waarin het op een gegeven moment leek het wel oeverloos aan het proberen waren om hier in te gaan breken. Dit een aantal keer met een wick kort voor elkaar wisten te krijgen, maar daarin zagen wij dus ook die neerwaartse beweging. Resistance lijn die je hier overheen kunt gaan leggen, steeds lagere toppen die werden genoteerd. De lijn werd steeds moeilijker te doorbreken. Tegenover stond hier aan de onderkant dezelfde ontwikkeling, namelijk steeds hogere laagtepunten. We werden dus echt in die driehoek geduwd. Nou, uiteindelijk zie je ook dat we hier precies in het einde van die hele driehoek het wel voor elkaar weten te krijgen om daar op een positieve wijze uit te breken. Het gaat dan met een flinke beweging, want hier deze dag, de 10 april, noteren wij in één dag candle een plus van 4,63%. En daarmee komen we dus echt definitief in dit gebied terecht. Lijken we nu naar deze oude resistance hier mogelijk support van te hebben gemaakt. En hier zelfs rond de 30k een nieuw exemplaar te hebben gevonden. Gisteren dus nog even getest. Vandaag weer net onder die lijn vertrokken. Maar inmiddels weer boven terecht gekomen. Dus
gaan kijken naar de iets kleinere ontwikkeling in de 4 uur candles, dan ziet dat er als volgt uit. Dan zie je ook wel dat we hier ook direct weer het volgende lastige puntje gaan krijgen. Richting die 30.500 om doorheen te gaan breken. Helemaal niet erg. We hebben hier natuurlijk ook wel verdiend om even wat rust te nemen. Even te gaan aftasten, even te gaan kijken waar dat nu de nieuwe gebieden liggen. En die lijkt voor nu hier dus net onder die 30k. Maar dat we een mooie support hebben weten te vinden. En vanuit daar dus op dit moment weer een aantal uren omhoog aan het klimmen zijn. Met name zie je hier dat we in de eerste helft, de ochtend laat ik maar zeggen, van vandaag een iets hoger bereik hebben gehad. We weten daar tot 30.396 opnieuw door te stoten. Maar closen wel wat lager. Ook al weten we in de huidige 4 uur candle daar toch weer een klein tredertje bovenop te doen. Niet qua hoogtepunt, dat ligt er nog wat onder. Maar in ieder geval het vertrek hiervan en het verder groen maken met een tot nu toe plus van 0,21%. Is de beweging nog steeds intact en zijn we nog steeds goed bezig. Daarmee lijkt er voor nu ook een einde aan de zorg dat we hier definitief afgewezen zouden gaan worden en terug zouden gaan zakken. Mogelijk naar dit niveau of rondom de 25.000 hier nog eentje boven een nieuwe support zouden moeten gaan testen. Als we hier echt negatief waren uitgebroken en deze beweging naar beneden toe hadden gezien, was het gevaar dat we hier doorheen zouden breken en daar dus opnieuw naar terug zouden gaan bewegen. Nou, dat lijkt voor nu even niet meer aan de orde, want we zijn hier nog één, we zitten in deze zone en zitten nu zelfs weer boven die $30.000. Misschien een hele mooie basis, een hele mooie support voor een langzame test naar de bovenkant van dit hele gebied. Tot zover jouw Blocks update. En zo snel kan het gaan, want morgen is alweer het laatste exemplaar voor deze week. Zelf ben ik er natuurlijk gewoon weer bij, hoop je daar ook weer te zien. Dan gaan we kijken nog eenmaal in dit zevendaags exemplaar wat dat er zich allemaal heeft voorgedaan in de crypto en de economie en wat we misschien voor het weekend dan mogen gaan verwachten wat betreft ontwikkelingen. Subscribe jezelf even op dit kanaal als je dat niet te lang hebt gedaan. Dan blijf jij heel gemakkelijk als allereerste op de hoogte van het belangrijkste nieuws. Voor de rest wens ik jou een prachtige avond toe en spreek ik je morgen graag hier weer. Dus tot dan! Doeg!